Goedendag, kunt u wat toelichtingen over uw vastgoedfonds? Ja, goeiedag. Dus het Skagen M2 of vierkante meter, zoals u ziet hier achter mij, is, ik zou durven zeggen, een van de laatste nieuwe fondsen die we bij Skagen hebben. We hebben er niet veel, maar een tientallen fondsen, maar van dat we vier in België hebben, dat is een van de laatste die we toegevoegd hebben. Wordt geïnvesteerd in wereldwijd beursgenoteerd vastgoed, dus heel gespreid. We zitten in Scandinavië, dus daar is altijd een bepaald percentage zit in Scandinavië. Maar we hebben ook een grote positie in Japan. We zitten ook in Duitsland, een markt die veel in de pres komt, zeker voor appartementsgebouwen onder andere. Maar we zitten ook in andere landen in Azië, in Amerika, in Europa. Dus heel gespreid. En welk voor type vastgoed investeert u het meeste? Dus vastgoed is nog niet zo lang geleden een eigen sector geworden. Maar nog altijd heel gediversifieerd, moet ik wel zeggen. Dus dat kan gaan van winkelcentra's naar hotelketens, appartementsgebouwen, logisticacentrums. Dus dat is heel gespreid. En welke onderdelen zijn het zwaarst wegende bij u? Dat is ook heel gespreid. Dus dat hangt van de markt af. Vastgoed is nog een sector waar je als waardebelegger of als stokpikker, die Skagen is, heb echt nog de mogelijkheid om verschillende landen te gaan doorzoeken. Bijvoorbeeld vastgoed in Duitsland heeft niets te maken met vastgoed in New York bijvoorbeeld of in Amerika in het algemeen. Dus Scandinavisch aandeel, vastgoedaandeel gaat meer via logisticacentrum zijn. Er wordt heel veel e-shopping, e-commerce gedaan. Nu als je hotelketens, dan bent u natuurlijk meer richting Spanje. Dus dat hangt echt af van de sector. Ja. Kunt u nog wat toelichten over de historische rendementen? Ja, het vastgoedfonds dit jaar heel goed. We zitten juist onder de 17%. Er werd deze zomer verkozen tot het beste Europees vastgoedfonds. Dus de rendementen doen het echt goed. Historisch gezien zitten we rond tussen de 5 en de 15% per jaar na kosten. Tot slot, wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst, voor het vastgoed? Vastgoed blijft natuurlijk altijd een sector die een heel interessante sector. Mensen blijven graag investeren. Natuurlijk, een huis verdwijnt niet van vandaag op morgen. Je ziet altijd een bepaald minder risico in deze sector. Maar we moeten zeggen, mensen moeten blijven wonen. Land is het enige wat niet blijft groeien. Dus er wordt altijd minder land. Dus we gaan altijd meer huizen nodig hebben. Dus dat zijn heel veel positieve indicaties. Toch nog een laatste vraag. Nu met de negatieve rente is er vooral in Nederland een hele grote vlucht naar vastgoed gegaan. Met heel veel prijsstijgingen, vooral in de Randstad zien we dat. Is dat geen gevaarlijke bubbelvorming? Dat kan goed zijn, maar dat is het voordeel om een internationaal wereldwijd vastgoedfonds te hebben. We zien niet alleen de bubbel in Nederland, je hebt die ook in Zweden bijvoorbeeld. Dat er een wachtlijst is van meer dan 10 jaar om in een appartement binnen te komen. Dat heeft voor- en nadelen, maar dat is een van de natuurlijk van de. Dat zou een probleem kunnen worden en daar moeten we natuurlijk op oppassen en in toog houden voor toekomstige investeringen. Dank u wel voor de interview.